kennen velen van jullie wel. En dit is Sharon. Eerste keer dat ze aan het streamen is. Haar naam herken je vast wel van de chat, want zij is dus een van mijn Twitch moderators. Bijna 23. Hey, kijk. Jij mag blijven. Succes. Ik kreeg deze kaart. Het voelt ook dik trouwens. Jij houdt wel van een feestje. Jeetje. Je hebt zelfs achtergrond nog. Je disco ook weer. Hij gaat lang door ook. Gezellig. Dank je wel. Durf je het aan dat ik weer de lijn krijg? Ja, ik durf het aan. Ik durf het aan. Maar mogen jullie niet vergeten vandaag? De boter en de eieren. Goed zo, voilà. Succes. En dan nu wel de melk vergeten. Ja. Boter, waar zijn de eieren? Zijn we weer stappen op eten? Ja. Zorg dat de eieren kamertemperatuur zijn en de boter zacht is. Gaat het deze keer wel goed komen? Jill? Zij gaan bakken. Ik zit hier gewoon om jullie te entertainen, hoor. Kijk, er zit al boter in en een ei. Ze is er nog eventjes bezig aan het kijken naar de maatbeker, hoe het werkt. Ga jij een soort van sportcommentator worden vandaag? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven. In de gloria, in de gloria, in de gloria, hyper de pipura. Wat krijg je als je doneert? Een lege portemonnee. Haha, Jill, dat was een goeie. Dat was alles. Ja, alles zit erin, Jill. Jij bent mijn aardbeien. Stop, stop, stop. Oh, hoe moet ik die aanzetten? Kies voor Kim. Kies. Yes. Yes. Volgens mij heeft nog nooit iemand zo snel die dingen afgezet. Kitty, jij mag kiezen. Nee. Barry, je wacht op je beurt. Vrije keuze. Oeh, molenbril. Waar komen al die punten van in? Die hebben ze allemaal bewaard voor vandaag. Oh, Jill doet ook voor mij. Hey, dankjewel. Super strik. Ja. Even met terug. Jullie willen me allemaal versieren. Ik merk het wel. Ja, die cupcakes zijn mislukt al. Hoe dan? We gaan Kim laten lekken. Kan niemand mij helpen? Serieus? Ja, allee. Omdat je het zo lief vraagt. Zo. Wie viel daar nou uit? Oh, het is Pinky! Oh. Oh, Tony! Tony! En Paars heeft gewonnen! Ik hou van jullie mensen, jullie zijn geweldig. Nou mag ik Paars je kutjes gaan maken. Ik heb rood nodig, hebben we nog? Of Nee. Jeetje, wacht maar! We hadden wel twee pakjes van rood, dus dat zou kunnen meenemen. Het is meer blauw aan het worden dan paars. Maar je pakt een beetje van mijn rood. Maar, het wordt beter. Het wordt beter, het lijkt wel... Het is nog erger zonder die bril. Ja, kom maar, kom maar. Gooi het er maar in. Ik denk dat het geen paars meer wordt. Bijna grijs. Moet je zien. Ik heb dat het laatste beetje geprobeerd. Komt er nog wel uit? Dit is alles wat ik er nog uit kan persen. Oh, misschien openknippen. Oh, dat is wel een goeie, ja. Ik ben te enthousiast met de blauw gegaan in dit ding. Ja, kijk, het is jouw schuld. Het is dan nog niet de mene. Dit is een hele vreemde kleur. Kan jij paars proberen? Ja, maar dat lukt niet. Maar dan wordt het niet paars. Deze is ook al bijna op. Ja, Kim, je hebt het echt verpust. Nee. Had ik nu mooi roze, heb ik het nu nog verpust. Dat kan toch niet met jullie. Oh, nou, dit is de kleur. Kim, jij doet nooit niks meer. Ja, hij kan helemaal verpust. Hij heeft al mijn bakje terug. Zelfs met de kleurstof gaat het fout. Oh.
Ja, gaan we maar blauwe cupcakes maken, zeker. Het gaat wel soepeler dan vorig jaar, denk ik. Ja, we zijn sowieso al veel verder dan vorig jaar. Vorig jaar kwamen ze nu tot besef dat er nog geen eieren in zaten en geen boter. Kijk, ja, Roze vindt die kleur wel leuk. Volgend jaar? Ja. We beginnen nu al over volgend jaar. Maar het is altijd wel drie keer scheepsgerecht, hè? Dat is wel zo. Maar ik hoop gewoon dat ik het een keer normaal in één keer goed kan doen. En dat ik kan bewijzen dat ik het kan. En nu verbrut ik het kleurstof. Ja, Tessa, de paars is een beetje mislukt. Een beetje? Er is geen Een beetje paars. Heel erg. Hoe klein. Dag maar. Is het tijd? Yes. Ja, Kim, ik zou zeggen, zet je neer. Doe je blinddoek aan. Blinddoek aan. Ja. Feest, groot of klein. Cadeautjes horen erbij. Kim is offline. Ja. Ja, doei. Dag maar, ik neem het wel over. Ik hoor hier ademhaling. Probeer maar te raden. Laat die stripper maar binnen. Dat was voor na de stream, schatjes. Wat gebeurt er met mij? Ik voel iets van me afgeleid. Ik voel hier gaatjes, dus het voelt als zo'n kalender die je in de wc kan ophangen. Je mag kijken hoor. Ja? Ja. Hé, ik had het wel goed. Puzzelstukkalender. Kijk even wat ik daar helemaal achterin op tafel heb. Daar ligt dus een duikenboekje. Ze doet het wel goed. Ze heeft het maar helemaal opgelost. Rosie, van Jill, van Sharon, van ik, van Kitty, van Jessie, van Annette, Bianca. Ja, de algemene matjes. Al de rest die je wel weet van onze groepjes. Dank jullie wel. Die heb ik allemaal verzameld. Dacht je dat al gedaan was? Neem me maar terug, want we gaan naar het volgende. Nee, ik heb dag maar cadeau, die komt hier. Ja, je komt hier ook. Ja. Zit niet zo te grinniken. Ik hoor Sharon en zo. Ik denk dat dit... Twee uur inpakwerk geweest. Twee uur? Ja. Oh, ja. Het is groot. Het is niet zwaar, dat scheelt. Nee, het is niet zwaar. Het zit dichtbij ook. Ik zou zeggen, doe maar af, want anders ga je niet veel zien hoor. Ga je niet veel weten. Jij leugenaar! Mag ik jouw emotes? Ik heb ze nodig voor school. Jeetje. Dank jullie wel. Nou zeg, Lotte. Kom op, Feestje. Lotte verknalt het weer. Ik zit heel gezellig achter de chat zo. Ja. Ik ga. Roosje is al leuk. Ja. Waar is de deksel? Daar. Waar is de deksel? Heeft die arme mee te knuffel? Ja. Oh, wacht nog even. Oh. Die luisteren gewoon niet. Anders horen ze de muziek niet. Nee. Als er mensen willen meedoen met Gartic Phone, dan deel ik nu het linkje in Discord. Wat ga jij doen? Dagmar is boos, jongens. Geef Sharon een dikke knuffel voor Dagmar. Ik zag niet wat er was. Geef die arme meid een knuffel. Kom. Oh, kijk. Ja, dat je daar rondrijdt. Eerst wat. Oh god, het gevecht wordt... Oh, die kussens zijn me wel dierbaar, ja? En voor de kussens. Oeh. Dagmar heeft gewonnen. Dagmar gaat ook meedoen, jongens. Oké, een startzin.
Ik heb het al de hele dag over Cookie Monster Cupcakes. Ja. Hoe ziet het eruit? Ja, ik heb nou wel een perfecte voorbeeld. Oh kijk, ze zet hem zelfs voor me op. Kijk, dan doen we die zo. Ik hoor echt helemaal gezucht op de achtergrond. Ik vind hem wel lijken, Kim. Zoiets, ik weet het niet. Dit gaan mensen zo niet snappen. Dat maakt het soms leuk. Als je niet zo goed kan tekenen, dan komen er hele vreemde dingen uit. Ja. Wij hadden Cookie Monster Cupcake. Dat was mijn eerste tekening. Die trok al op niks. En daar... dat lukte niet. Dit. Paars! Paars! Volgende. Een zwarte molenbril van gemaakt. En je bent opeens blond. Maar dit is redelijk goed gegaan. Ik zag die zin komen. Ik heb een doppetje. Ik voel het ook echt gewoon op mijn hoofd landen. We willen Kim niet meer zien, hè? Nou, en bedankt. Peter. Wat ben je aan het doen? Ze heeft er al een, hoor. Het is echt wel lekker. Ja, daar wil ik er ook heen. Ik vind het wel geinig eruit zien. Met die twee verschillende kleurtjes erop. Smaken goed. Oh ja, ga even zo doen. En ik dan. Maakt je wel knapper. Oh. Sharon aan het werk, jongens. Wat heb jij? Nee! Nee! Tony, ik kijk de stream bij Kim en zie een leuke tel. Maar heb ik wel eens gezien? Het is die leuke Belg. Ze speelt wel eens Splatoon, dat gaat haar niet goed af. Dat is waar. Want ze zit in jouw team, dan is het best wel straf. Maar verspreiden van liefde, dat doet ze goed. Ik zie haar nu zitten met slingers en een hoed. Slaap lekker. Ja, ik moest mijn liefdesbrief nog krijgen. Dankjewel, Tony. Alsjeblieft. Het zijn schendelcakejes. Iedereen kijkt met je meisje rond. Voel je de druk? Ja. Voel je de druk? Maakt er een heel kunstwerk van, joh. Oh. Ja, ik weet nu al dat ik dit niet ga overtreffen. Ja, ik wel. Pretty, pretty. Begin maar vast met balletjes draaien. Of ga je een ballenbak maken? Ik heb al balletjes gevonden, hoor. Nou, de ballenbak is geopend. Ja, klaar! Het hele potje leeg. Valt nog meer, Kate. Ik kan nog eentje maken. Je kan er nog eentje maken. Het is de mine. Ik heb boterkaas en eieren gedaan. Toen ik echt geen de 32. Oké. Okay. Thanks. We hebben nog cupcakes in de oven. Volgens mij zijn jullie wel echt verbrand. Oh, let jij op de cupcakes? Ja! Nee. Dit keer is het niet mijn schuld. Oeps. Nee, Sharon, jij hebt gewonnen! Oh, jee! Dankjewel! Gefeliciteerd! Wil jij nog een Cookie Monster maken? Ik wil nog een Cookie Dan Monster. Is dat de grote finale. Ja, mag jij nog een Cookie Monster maken? Ba, ba, ba. Ben je nou een Cookie Monster aan het maken alleen van fondant? Ik dacht op een cupcake. Ja, die komt later. Pff. Ja, ze gaan bovenop de cupcakes. Dat is een hele Cookie Monster. Oh! Oh, kijk. Dit zat vol, deze, die balletjes. Hoeveel jij op één cupcake hebt gegooid, jongen. Zit er ook echt lekker met een mes nu in te poeren. Arme Cookie Monster, krijg gewoon even operatie. Succes met schrijven. Succes met schrijven? Oh, gadver. Hele pen zit onder de blauwe plak smurrie. Oh. Wauw. Applausje voor Sharon! Resultaat. Wie gaat hem opeten? Nou, ik niet. Ik ook niet. Daar zit zoveel suiker en zo in. Oh, zo. Hij weegt ook nogal wat. Cookie Monster. Waar is de E? Kant. Je hebt mijn naam zonder E. Er staat Kim Puls zonder E. Sorry. Sorry. Oké, hoe heeft alleen zijn baas ingevoerd? Hey, hallo. Zuurstof. Zuurstof. Chill. Jill? Blijf even. Nee. Nu komt Jenny daten. Maar dag, wacht even. Wajo, welkom allemaal. Ja, nu moeten we blijven. Wat gebeurt er nu? Nou, dit is de Daniel Lippensweet van de talkshow. Zie je? Hier, kom op. Waar is het feestje? Hier. Nou, ik ben Kim.
En ik word aanstaande donderdag 32. En dat heb ik vorig jaar toen ik 31 werd gevierd op stream met een cupcake stream. Ging niet helemaal goed. Er was iets mis met een ei. Er was iets mis met boter wat niet in een cupcake zat. Dus toen dachten we dit jaar, we doen een cupcake party 2.0. We hebben weer cupcakes gebakken op stream. Dit keer ging het met de ingrediënten goed. Dus schouderkopje voor mezelf. Het ging niet zo goed met de kleurstof. Dit moest paars zijn. Dat lag niet aan mij. Nee, ik weet het, Jill. Het lag aan mij vorig jaar. Ja, Jill was vorig jaar dus bij mij met de cupcake party. Ja, ik had aan de chat gevraagd met een polletje van welke kleur gaan we doen. En toen kwam dus de kleur paars eruit. Jongens, dit is geen paars. Hier is de cupcake van Sharon. Die had een roosje gemaakt. En die had gewonnen in de chat. En die heeft vervolgens nog een cookie monster gemaakt. Ja, dit is wel een hele grote suikerbom. Als je dit opeet, dan... Ja, maar je eet de cookie monster eigenlijk gewoon niet op. Je gooit het weg uiteindelijk. Kijk er mij op. 1989, 30 september. Ja, ja. Ik geloof het zelf ook niet hoor. Ik voel me altijd nog midden 20. Ik studeer ook nog. Ik zit echt een beetje in de studenten. Oké, jongens, het is niet de bedoeling dat de tradities van vorig jaar herhalen. Vorig jaar gooide Jill een wijnglas stuk. Wat gooi jij nu stuk? Er moet elk jaar een glas kapot. Over 10 jaar krijg je nieuwe glazen. Ja, moet ik het 10 jaar lang doen? 10 jaar lang feeststreams, 10 glazen naar de prut. En dan over 10 jaar... Hier, om het goed te maken. Scherven brengen geluk. Ja, dat is wel zo. Ja. Daar gaat je Bor. Jouw schuld nu dit keer. Jij bent de Jill van dit jaar. Ja, echt. Ja. Maar volg mij, gelukkig zijn grote scherven. Oké, okay, je laat het ook gewoon liggen hier nu. Hè? Je blijft gewoon... De ruim is erop zo. Je bent toch niet de Jill van dit jaar. Die was al meteen bezig. Wat is dat die het ziet? Ja, de liefde delen. Dus anderhalve niet blijkbaar home. Doen we niet, hè? Alvast gefeliciteerd, dankjewel. Weegschaal als sterrenbeeld, klopt. Dank jullie wel allemaal. Laters, inderdaad. Doei! Doei.